Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vandaag hebben we een leuke video voor jullie. We hebben namelijk leuk vuurwerk gekregen. En zo naar degene die het aan ons heeft gegeven. Maar we hebben dus knetterballen waar dus flash in zit. Vroeger had je natuurlijk ook in Polen had je de Yaya Dinosaura. En hier hebben we een leuk tasje. Dus die gaan we even testen voor jullie. Kijk, dit zijn eigenlijk voetballetjes. Nog voor het WK. En die gaan we gelijk even testen hoe ze knallen. Want ons is verteld dat deze dus knallen als nitraten. Ben benieuwd. Ik heb mijn vraagtekens erbij. Volgens mij hebben we, Jordi, we hebben wel eens in het verleden ook Yaya Dinosaura gedaan, toch? Die hebben we ook gehad. Zijn nu die zwarte ballen, hè? Ja, dat waren zwarte inderdaad. Maar deze zijn een beetje rood en groen. Gelijk beginnen? Ja, gelijk testen. Kijk, ik heb hem gewoon even op de weg daar zo. Ben benieuwd. Met de PTD-torch. Ben benieuwd, man. Nou, ze komen wel in de buurt van de knallers die nu in België te koop zijn, maar niet FP3'tjes en zo. Ja, knallen goed hoor. Zijn wel leuk. Voor deze dingen. Nee. Daarom zei ik, jongens, dit zijn unieke producten. Die zie je bijna niet. Die zie je inderdaad nooit. Zo, die was wel goeie, die laatste. Ja, voor zo'n klein balletje. Hij komt ook echt door de plastic. Hè? Het zijn wel goede knetterballen hoor, Mies. Hey. Kijk, deze knetterballen zou jij gewoon in Nederland gewoon... Hey, tussen de echte knetterballen, besef. Nou, dat is niet hoor. Knettervoetbal. Hey jongens, wij houden altijd aan de regels. Oh, de was gaat weg. Zo, die gaan goed, Goos. Ja, sommige knallen inderdaad veel beter. Zo. Een rondje. Ja, ik zag hem. Ik had gefilmd. Zo, die ging goed. Ja hoor. Zo, lekker dichtbij, kijk. Grabbeltonnetje. Ze zijn heel lauw hoor, deze. Heel eerlijk, deze zijn inderdaad echt... Ik denk dat als je dit tussen de straten gooit, Goos, op oud en nieuw. Dit zijn dus eigenlijk knetterballetjes, maar ze knallen dus echt mega goed. Die wat minder. Zo, die wat beter. We hebben er echt veel hoor. Hij is klaar ermee. Bas Dost. Dan ga ik nog even dit doen. Hier, de mij zal stoken dan. Die knallen echt goed, man. Die is wat dichtbij. Voor mij. Oh, nee, voor mij. Zo! Zag je die? Ja, die man. Vloog in de lucht, hè? Je zag het niet, groot. De box. Zo. Huh? Wat? Oh, hij heeft hem op zijn stootstand gezet. Pas op. Oh, joh. Ik heb hem daar gegooid. Kijk daar. Heen gehoord. Ik ook al. Zo. Die leg je wel een beetje dichtbij met het. Tering. Hoe duur waren deze? Weet je, man. Zo. Oh, tegelijk. Laatste. Nee, dan ligt er daar nog één die ik weggooide die ik niet aanstak. Jezus. Zit die? Zijn wel leuk, hè? Zeker, gek. Dat waren deze dus, jongens. Ja, die liggen hier zo. Moet je deze nog? Ik heb nog één. Ja, nog eentje. Zo. Hoppa. Zijn wel leuk. Boom. Sommige knallen iets minder. Misschien zit er minder flash in. Die knalt weer heel goed. Ja, raar hè? Zo, die schoot omhoog. Ziek. Hey, we waren dus die knetterballetjes aan het doen. Die als nitraten knallen. En toen zagen we ineens boswachter aanrijden. En we weten van verschillende mensen op YouTube, dus ik ben nog steeds buiten adem, man. Ook gek. Verschillende mensen op YouTube hebben al laten weten van boswachters zijn niet chill.
Die bellen politie, ondanks het feit dat de risico's niet heel groot zijn hier. Maar die bellen dus politie. Dan krijg je een boete. Of in ieder geval, ze worden boos. Waar wij geen zin in hebben. Dus we zagen die aankomen rijden. Toen zijn we de bosjes ingerend. Heel ver diep het bos in. En nu zijn we weer bij onze auto. Daarom zetten we ook nooit de auto bij de stookplek. Want anders kunnen we bijna niet weg. We wachten alleen nu op Jordi, want die is zo ver weggerend van ons dat we niet weten waar die is. Dus in ieder geval, die dingen waren wel goed, hè? Ja, man. Met de balletjes. Dat is heel, Ik verbaas me er echt over, want ik heb ze gekregen van iemand, zoals ik aan het begin al zei van deze video. En zei diegene van, deze zijn echt heel goed. Zijn ze ook. Dus misschien kan je ze bewaren voor in Nederland. Dan kan je ze gewoon naast de knetterballen houden alsof het gewoon kat 1 is. Nou, dat doen wij dus niet. We gaan geen regels overtreden of in Nederland lopen met flashknallers. Dus ik had ze gewoon hier in Polen behouden. Sommige gingen echt heel hard, sommige niet. Sommige waren weer wat beter, sommige weer wat minder. Heeft echt te maken met de kwaliteit wat erin zit. Nou, nu even de kometenbommen doen, jongens. Waren gepakt, maar willen deze video toch goed afsluiten. Kijk deze. We pakken maar gewoon 2 random. We doen er 2 in de avond en 2 overdag. Klopt. En dan hebben jullie toch nog wat in deze video. Ondanks dat er een kereltje kwam. Hoppa. Nou, we hebben deze 2 jonge kerels. Godcracker Weide. Is voor jou deze. Kan je die eten? Krekkertje. Nee. Deze zijn echt goed, man. Kometenbomben. En zo naar de Funkenstore. Hij heeft hem al aan, gek. Zo, die gaat om die boom, hè? Ja, man, die is lauw, hoor. En de volgende. Dik, jongen. Ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. Er liggen nog best wel veel van die dingetjes daar nog. Maar misschien kunnen we die nog even stoken. En zo niet. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe video. Later.